Wat gebeurt er? Wat is dat? Wat komt eraan? En waarom zo snel? Zijn dit mijn maten? Nou, niet bepaald. Of wel? Yo, Nintendo fans! Daar ben ik eindelijk weer. Na 2,5 jaar had ik de Rona's. Maar ik ben eindelijk weer beter. Maar Splatoon 3 is uit. En wij gaan de singleplayer spelen. Welkom in Splatsville. De meest flitsende plek die er is. Wie is dat? Hallo, oh ja, daar wist hij weer hoor. Je bent hier net en ik wil je niet laten schrikken. Maar die gast in het riool houdt je voortdurend in de gaten. Er zit een luchtje aan. Maar goed, dat is van later zorg. De Octorianen komen. Hallo, hebben we dit al eerder gedaan? Dit oude hoofd is ook niet meer wat het geweest is. Ja, dat denk ik ook wel eens bij mezelf als ik weer eens iets niet onthouden heb. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Hoe dan ook, de naam is Kraak. Ik ben senior adviseur van de nieuwe Kraakcommando's. Tot uw dienst. Die blik in je ogen, dat is precies de blik waar ik naar op zoek ben. De mega voltvis die splets veel van zijn stroom voorziet, is ontvoerd. Oh nee, oh nee. Dat hebben de Octorianen weer gedaan. Ik weet het zeker. De Mega Voltvis is namelijk al eerder ontvoerd. 2 keer zelfs. En beide keren zaten die nare Octorianen erachter. Ik hou ze goed in het oog. Ja, met 2 van zulke ogen moet het ook niet al te moeilijk zijn, meneer. Jeetje man, wat heb jij een oogwit in jouw oog? Nou, hij is met pensioen, maar met zijn ogen is niks mis, zegt hij. Maar toch zijn ze er met die Mega Voltvis vandoor gegaan. En nu is het aan ons om die terug te halen. Of niet soms. Ik bied je een baan aan. Dat is alleen wel vrijwilligerswerk. Maar je kunt wel de wereld redden. Ja, lekker dilemma dit. Laat even in de reacties weten wat het beste vrijwilligerswerk is wat je kan doen. Buiten natuurlijk de wereld redden. En knal de duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor veel vaker Nintendo video's. Vanaf vandaag ben jij agent 3 van de nieuwe Kraakcommando's. Dit is je vloednieuwe heldenpak. Oh, die is wel vet man. Dit is wel een toffe outfit. Hiermee kun je je weren tegen de Octorianen. Kan iets groeien in de was? Het lijkt een beetje ruimte zitten. Ik vind het wel een mooi pakkie. Goed, tijd om die Octomafkees aan te pakken. En mijn zalmaatje, die komt me ook helpen. Hij krijgt alleen geen pak. Hij moet het doen zonder pak. We zijn in de krater. Ja, ik snap wel waar die naam vandaan komt, joh. Dit ziet er behoorlijk kapot uit. Alsof hier een meteoriet is ingeslagen. We gaan hier naartoe. Let's go. Pas op voor die vloeivacht die hier overal ligt. Ik wil niet weten wat er gebeurt als je erop komt. Oké, wat is dit? ZL, daar moeten we in. Dat ronde geval bovenaan de vloeivacht is een haarbal. Die moeten we laten knappen, maar met inkt lukt dat niet. En dan gaan we eerst eens even hier naartoe. Piep, 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 let's go! Octorian in de krater, bah! Ja, zo heet de missie. Ik zie alleen nog ballonnen. Ik zie geen Octorianen. Go, 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 go. Oh, we gaan naar een lanceerpunt. Let's go. Ja, maar ik wil Octorianen schieten, jongen. Oh, hoppakee. Lekker dit. Wat is dat? Een schakelaar. Let's go. Ja, deze nog. Hier nog een tonnetje. Oh, dit is een stevig tonnetje. Wat zit erin? Bepansering. Trek die snel aan voor wat extra bescherming. Ja, maar hoe dan? Misschien kan mijn maatje me helpen als ik op R druk. Oh, 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 dit is granatenmaat. Dankjewel, granatenmaat. Oh, het is de flops. Nog even naar de overkant hier. Zo, ja. Ja, ballonnetjes schieten. Het is allemaal niet zo moeilijk nog. Dit is allemaal nog niet moeilijk. Ik heb nog geen Octodiaan gezien, joh. Oh ja, granatenmaat. Let's go. Jij? Ja. Wat? Ja, maak het kapot. Lekker. Die kist maakt dus geen schijn van kans. Het zou wel heel triest zijn als wij van kisten zouden verliezen. Dat stop ik vandaag nog met YouTube. Ja, als we van kisten gaan verliezen, dan gaat het echt fout. Oh, wat? Octo-recruit, de eerste vijand. Mik erop, schakel hem uit met ZR. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we vanaf hierboven doen. Dan hoop ik dat hij mij niet kan raken. Kijk. Doei. Later. Hallo, Voltvis. Wat ze flots, Voltvis. Gefixt. Eerste level klaar. Ja, die was niet echt moeilijk. Daar hebben we de haarbal. Die zit er maar te wiebelen alsof hij met ons aan het spotten is. De Salminis hebben een hele interessante reactie op visseieren. We moeten mijn maatje visseieren voeren. Oh, oh, oh. Oké. Dit kost mij 300 visseieren. Let's go! Kijk! Lekker gedaan, Matty. Hij heeft dat spul opgegeten alsof het niets was. Maar hier is er ook nog één. Kunnen we ook nog weghalen voor 100. Oh, dan heb ik nog maar 75 visseitjes over. Oh, hij heeft wat gevonden. Wat is dit? Wat is dit? Is dit iets speciaals? Een versieringkie.
Oh, die vind ik wel leuk. Kan je die dan aan je wapen hangen of zo? Dat is best wel cool. Maar eerst volgende level. Octodianen jagen. Net was er echt in dat hele level maar één octodiaan. Ik hoop wel dat er hier een paar meer zijn. Kijk, ik zie er sowieso eentje daar bovenop. Zie je hem? Daar zo, bovenop. Ja, oké. Lekker door de onion rings. Ik vind het net van die uienringen. Die kan je ook bestellen in een sushi restaurant. Zijn wel kapot lekker trouwens. Eitjes pakken. Hey, octodiaantje kapot schieten. Hey, alle eitjes pakken. Ja, nice. En de blobvis ding. Hotseflots. Nummertje 2. Mooi werk, agent 3. Maar jij vond die octodianen ook anders lijken. Als ik me goed herinner, waren ze altijd gladder. Ik bedoel, ik wil geen vooroordelen uiten over tentakelmonsters. Maar ze zijn vrij om te doen wat ze willen. Nou ja, zolang ze ons niet lastigvallen. Zolang jij dat heldenpak aan hebt, ben je tegen elke octodiaan opgewassen. Met of zonder baard. Ga je nou mijn baard erbij betrekken? Dat is ook weer niet nodig, hè? Nou, helemaal hartstikke mooi. Kennen we weer door. Kennen we daar weer 300 van die zampies erop plempen. Zo, en dan gaat dit smerige spul weer weg. Oké, pakken we het derde leveltje ook nog even mee. Ik ben benieuwd of er nog spannende dingen gaan gebeuren hier. Want tot nu toe valt het allemaal nog wel een beetje mee. We gaan een beetje deze kant op. Gaan we hier naar boven. Ja, deze kapot maken. Hallo meneer de Octodiaan. Oh, nog eentje. Hallo. Doei, mazzel. En dan gaan we rustig deze kant en kick op. Salmini, help. Zet even dat ding aan. Dankjewel. Hoi, yes, lekker. Een beetje deze kant op zo. Rustig naar boven. Ja, lekker. Dankjewel. Kan ik hier op? Hoe kan ik hier op? Of moet ik dit laten zakken, dit ding? Je wilt vanaf hier op de inktrail springen? Ik denk dat dat iets te ambitieus is. Ja, dat denk ik ook. Wacht, kan dit niet via? Kan ik... Ja, oké, juist. Via de ene inktrail op de andere inktrail. Dat was het ding. Zat ik daar een partijtje moeilijk te doen, maar ik kon gewoon lekker in toe, joh. Hotseflots. Lekker. Ik heb wel slechte adem ondertussen van al die uieringen. Daar moet je niet te veel van eten. Nummertje 3. Blijf je best doen, agent 3. Ik ben trots op je. Alleen het volgende. Ik wil niet zeggen dat ik met mijn tentakels in het haar zit, maar ik krijg de kriebels van die harige octodianen. Wat extra hulp zou niet verkeerd zijn. Laat mij een oproep doen. Gaat hij een oproep doen? Gaat hij Matties roepen? Dit is agent 2. Over. Wacht, opa, ben jij dat? Waar ben je? Agent 1, dit is agent 2. Opa is weer met een of andere stroom meegedreven en verdwaald. Zo typisch. Oké, agent 2. Tijd om opa als de wiedeweerga op te vissen. Over en uit. Er komen een paar agentjes langs, denk ik. Oh, maar ik hoor ook nog wel een boze stem. Maar wat waren dat voor mysterieuze stemmen net? We gaan door. Let's go. Wat zijn dat? Wat kunnen we doen? Ik heb geen idee wat dat zijn. Maar we gaan ze aanpakken. En ondertussen gaan we alle zombies pakken. Oh, ik heb hier nog een koffertje. Ik weet niet wat het koffertje was. Maar ik heb wel een koffertje. Let's go, let's go. Schuilen achter de muurtjes. En hoppakee, zo. Ja, lekker. Ga je pakken, vriend. Ga je pakken. Lekker. Dit voelt goed. Dit voelt goed. Go, 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 go. Go, go, go. Lekker. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan hier naar beneden. Hier zijn er meer. Hotsikidee. Ik pak er 2 zo. Hoppakee, met mijn special. Nummertje 3. Nummertje 4. Lekker dit. Zijn ze verstopt? Ze zijn verstopt. Ze komen er sowieso aan. Sowieso. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Hier is er 1. Die was echt flink verstopt. Hier ligt nog een koffertje. Ja, jullie kunnen verstoppen, jongens. Maar ik vind jullie wel. Hier nog 1. Hier staat er sowieso 1. Ja, dit was te verwachten. Dat was te verwachten. Zijn er nog meer? Daarachter is er nog 1. Lekker. Er zit er nog eentje verstopt en die is daar. Heel nice. Oké, ergens moeten we nu naar boven. Daar kunnen we naar boven. Dit is de makkelijkste weg. Zo, wat is die vlot? Oh, hier zitten er nog meer, joh. Kom, hier. Ik heb mijn Zalmini-vriendje voor je. Die gaat je pakken, vriend. Zag hem gaan. Go, 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 go. Daar nog 1. Hier nog 1. Hier nog 1. Volgens mij, oh, volgens mij stond er hier achter dit muurtje ook nog 1. Nee. Dat zag ik niet goed. Ik dacht dat er nog 1 was, maar nee. Gele blobvis, what up? Yay! Ah, dit ging lekker. Dit was heerlijk. Even van die haarballetjes schieten, hoor. Wat gebeurt er? Wat is dat? Kijk hem staan met zijn grote ogen. Wat komt eraan? En waarom zo snel? Oh, zijn dit mijn maten? Zijn dit agent 1 en 2? Nou, niet bepaald. Of wel? Ik weet het niet. Nee, dit ziet eruit als een eindbaas. Dit is de mysterieuze stem. Ik heb je eindelijk gevonden, kraak. Mijn octodianenkrijgers zijn vermist. En ik weet zeker dat jij erachter zit. Ben je fan van Xbox? Met die grote X op jouw armor daar zo. Het is echt zo'n groene Xbox X. Dat moet ik je betaald zetten. Dit is een Nintendo kanaal. We kunnen geen promotie van Xbox opeens hier hebben, hè? Kom maar op dan. Het is DJ Octavio. Jij en je snode plannetjes. Geef de mega volvis terug. Agent 3. Deze dievende
de DJ's de aanvoerder van het hele Octoriaanse leger. Tijd om met hem af te rekenen. Stop nou eens met die onzin. Ik probeer mijn nieuwste hit te laten horen. Maar wie niet horen wil, moet maar voelen. Octoriaan Poten. Oftewel 10 poten. Octo. Oh my gosh, wat gaat hier gebeuren, dude? Wat gaat hier gebeuren? Gebruik je inkt om zijn klappen linea recta terug te sturen. Oh, is dat het? Hotsevlot, op zijn hoofd. Ja, je zag het niet. Je zag het niet, maar het gebeurde wel. Daar. Stuur het terug. Stuur het terug. Boom. Hij gebruikt een boorslag. Pas op en ontwijk hem. Oké, is goed. Hotsevlot, stuur het terug. Lekker. Eventjes gelijk allemaal geel maken hier zo. Ja. Ga je nou weer... Nee, nu doet hij niet zijn boorslag. Nu doet hij zijn vuist. Beam. Oh, hier is hij. Xbox man. Stuur hem terug. Is hier ergens iets dat je in de inktdief kunt gooien? Oh, ik heb een salmonietje. Kan ik mijn zalmvriend erin gooien? Gooi hem erin. Mijn zalm, Matty. Ja. Klap hem. Op zijn neus. Lekker. Kijk, en nu kunnen we deze weer terugsturen. Lekker. Nog één keer. Eén keer die boor ontwijken. En die boor terugsturen. En dan denk ik dat dit klaar is. Of niet. We kunnen hem in ieder geval raken, die guy. Hatsaflats. We hebben dit nu 2 keer gedaan. Oh ja, is genoeg. Of niet. We maken hem in ieder geval heel boos. Nu komt hij pas echt op stoom, blijkbaar. Oh, platte hand. Dat zag er wel intens uit. Dan moet ik zeker overheen springen of zo. Ja, dan moeten we over die schokvolven heen springen. Oké. Daar komt denk ik de vuist weer. Ja, easy. Easy, jongen. Spring ik er nu wel even een keer overheen? Ja, lekker. Platte hand erop. Schiet hem. Verf hem. Ben je nou nog niet klaar, jongen? Ja, nu ben je klaar, hè? Ja, Xbox. Xbox is verslagen. Doei, Xbox, man. Later. Hoi, hoi. Mazzel. Ai, dit is niet eerlijk. Je uitrusting is veel te sterk. Dit was een slechte show, Octavio. Je mixers beginnen oud te worden. Of jij wordt gewoon oud. Nee, serieus. Dat was veel te makkelijk. Het leek wel alsof je de kracht van de megavoltvis helemaal niet gebruikte. Ach, hou op. Ik heb die megavoltvis deze keer niet gestolen. Wat? Niet? Maar als jij dat niet was... Wie heeft dan de megavoltvis wel gestolen? Gaan we dat nu zien? Oh my gosh. Oh nee! No! Iemand? Hier heel diep? Onder de grond in ieder geval. Nintendo presenteert... Oh, ja, dit ziet er wel cool uit hoor. Splatoonkie 3'tje gaat nu officieel beginnen. En als jij daar benieuwd naar bent, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!